Hoi allemaal. We zitten nu inmiddels op 2 maanden na de behandeling. En ik heb er eigenlijk helemaal nergens meer last van. Wat heel erg opvalt is dat nu de haartjes bijna allemaal zijn gaan groeien. Maar wel heel erg ongelijk. Dus je ziet bij sommige haartjes dat ze al best wel lang zijn. En sommige komen echt pas net op. Het ziet er nog wel een beetje gek uit. Dus meestal in het openbaar dan draag ik nog even een petje. Ik ga vandaag naar de kapper. Dus ik ben heel erg benieuwd of je het dan een beetje gelijkmatig kan maken. En of het misschien iets minder gek uitziet. En verder is het gewoon afwachten tot het allemaal gaat groeien. Ongeveer een week na de vorige video begon het ineens super hard te groeien. In het begin waren de haartjes nog wel heel erg dun en licht, dus je zag het nog niet zo goed. Maar inmiddels zijn de haren al best wel donkerder geworden en wat dikker geworden. Dus het ziet er eigenlijk al best wel oké uit. Ik heb nu bijna ook nooit meer een petje op. Het ziet er best wel gewoon uit eigenlijk. En ik hoop dat het over een paar weken bijna niet meer te zien is. En dat het gewoon één geheel wordt. We zitten nu op 4 maanden. En het gaat hartstikke goed. Zoals je kunt zien schiet het mijn hoofd uit. De haartjes beginnen echt goed te groeien. En je ziet bijna het verschil al niet meer met mijn normale haar. Dat is hartstikke mooi. Hoi allemaal. We zitten nu op 6 maanden, een half jaar. En ik ben ontzettend blij met het resultaat tot nu toe. Zoals je kunt zien is het alweer heel erg gegroeid. Ik ben een paar weken geleden naar de kapper geweest en voor het eerst in een hele lange tijd kon er eindelijk weer lekker een modelletje in. Zoals je kan zien is het goed dicht. Nog wel een paar dunne haartjes waar je een beetje doorheen kan kijken. Ik ben een paar weken geleden ook weer geweest bij Bo-Kliniek. En daar waren ze ook heel erg tevreden met het resultaat tot nu toe. En ze zeiden dat het alleen nog maar beter kon gaan worden. Dus ik vind het echt super goed. En ik heb toen ook een PRP-behandeling gehad. Dan halen ze wat plasma uit je bloed en dat injecteren ze dan om ervoor te zorgen dat je haar extra snel groeit en vol groeit. En ik heb wel het idee dat dat heel erg werkt en ik ben echt super tevreden tot nu toe al. En ik kan alleen maar wachten op dat het nog mooier wordt, maar tot nu toe heb ik al heel veel positieve reacties gehad. En ik ben hartstikke tevreden en heel blij.